Weer goed gespeeld, 2 assists en een doelpunt. Ja, goed, maar het meest belangrijk wij winnen. Ja, dat begrijp ik. 7 goals of 7 wedstrijden op rij nu gescoord. Ja, ik niet denk aan deze. Deze is niet belangrijk voor mij. Belangrijk is Ajax en Ajax moet winnen wedstrijd en deze is het meest belangrijk. Ja, jullie zijn koploper af. Hoe hard komt het aan? Ja, ik denk dat de manier waarop het het meest pijn doet, want je zit eigenlijk prima in de wedstrijd en geeft goed partij, alleen dan geef je 2 doelpunten te simpel weg en ja, dan hoop je daarna zo lang mogelijk de 2-0 te houden, zodat je misschien op het wat later in de wedstrijd nog een aansluit te maken. Donny van der Beek stond in het uitvak, heb je die nog gezien? Uitvak. Ja, Klaas zegt tegen mij dat Donny is daar en ja, het is mooi. Mooi. Ik denk Donny, ik heb een goede connectie met onze fans en deze is mooi op te zien. Maar de augustus is nu voorbij. Lastige periode met kwalificatie voor de Champions League. Transfergedoe, dat is nu ook zo goed als voorbij. Denk je dat Van der Beek blijft? Ja, altijd een beetje is moeilijk, maar het meest belangrijk nu deze eerste periode van het seizoen. Wij hebben onze doels en wij zijn Champions League en wij zijn goed in Eredivisie en wij moeten elke wedstrijd doen beter en beter.